dagen allemaal. Zijn jullie vroeg op? Ben verstomd. Er loopt hier een blinde kerel rond. Heb je hem al gezien? Stil nou. Ik sta achter het gordijn. Zo, eerst de witte innemen en dan de rode. En dat mes leveren we in, mevrouw de Haas. Heb je lekker geslapen, Beb? Ik droomde dat ik met Fred Aster aan het zingen was in de regen. Het gewoon pijpen stelen. We werden zijknat. Toen wilde die me de borstjes intrekken. Ik zei, ga je weg, natte Fred. Ik heb genoeg meegemaakt. Ik heb een beetje buikpijn. Ik denk dat ik een beetje zenuwachtig ben, zuster. Waarvoor, dokter Doolittle? Oh ja, dat ik bijvoorbeeld blijvend blind ben. Nou, met dat blind zijn zal het wel meevallen, hoor. En ik maak straks wel een beetje warme melk voor die buik. Zo, kom eens uit die kast, majoor. Straks valt u nog. En dit innemen. Sorry, hoor, kolonel. Zijn uw schoten zullen volgen. Nou, wassen, aankleden. En ontbijten. We gaan zoenen met veel kwijl, lang en diep. Hier, jong leger, maar geen lijken. Ik ben toch op dieet? 4 kilo eraf vanmorgen, Pippi Lankhuis. Maar als mijn diëtiste hoort dat ik gewoon hier plakken vol vette kaas opgedrongen krijg, dan zou je eens wat beleven. Ik ga deze boterham aan Kobi geven, want als ze niet genoeg eet, dan gaat ze dood. Het varken is al via jaar dood, ui. Hallo. Hallo, lieve Kobi. Ben je lekker aan het spelen, hè? In de hemel? U bent wel aardig bruin, sergeant. Kind, ik was op mijn 4e al bruin. Zo bruin als de kont van een neger. Snijf in plakjes, lieverd. Alsjeblieft. En nou even uit mijn zon, anders kan ik het schudden. Huh? Mooi. Dan ga ik maar eens een flinke mars maken. Kom pas op het noorden, grote beer links houden. Dan is het papa Alpha Delta Zulu Bravo Whisky Tango Hotel. Ja, als je maar niet verdwaalt. Ah! Als ik later doodga, dan kom ik heel snel bij je langs. Hier, hè? Voor je neus. En dan gaan we gezellig samen kletsen en lekker in de modder rollen. Ja! Het is toch geen tennis, ik hoef niet dood. Ga hem halen, Paralympic. Die bomhot, ik kan zo niet langer. We hebben weer stroomstoring. Nu even niet, zuster. Stapels werken. Er moet iets gedaan worden aan de bedrading. Het licht hapert, de stoppen slaan steeds door. Het lekt overal. Straks krijgen we nog kortsluiting. Het is niet zo moeilijk om een stop in te draaien, zuster. Ja, of u belt de monteur, hè? Dat lijkt me het beste in uw geval. Alles is nog stuk, dat ziet u toch zelf? Er moet iets gedaan worden. Ja, maar nu niet, zuster. Nu niet. Oh, ja, doei. Meet us again. Oh, even zeven. Nou krijgen ze. Oh, zuster ten Hoeve, kom gauw! Ik heb overlast. Oh, zuster, ziet dat nog op? Help, het is een noodgeval. Nee. Meneer Bomhof. Ja, zuster, wat staat u daar nou? Dit is een noodsituatie. Emmers, maar haal dan toch emmers. Oh, nee. Oh, u ziet toch dat het lekt hier. Heb jij dat hier eindelijk over begint? Er moet ook een timmerman komen, van de deuren klemmen, de schilder van de verf blommen van de muren, de tocht overal, de lood gieten, de goten lekken. Ja, zeg, ho, wat denk je dat het allemaal niet gaat kosten, zuster? En dat kan Bruin echt niet trekken, hoor. Nee, ik ga stantepeer de vervangende woonruimte zoeken. Stantepeer. Verhuizen?
bedoelt hier weg, maar de patiënten dan? Die vragen ze maar mee. Ik regel wel iets. Veel voordeliger dan dit krot renoveren. Eén loodgietertje en een elektrisch, hè. Wat kan dat dan kosten? De rest doen we gewoon zelf. Zelf? Ik ben geen bouwvakker. Ik ben directeur, algemeen psychiatrisch hoofd. Ik run een kliniek. Zelf, deze. Ja, hallo, Bomhof. Ja, zeg, luister eens even. Bomhof van Zonnendaal. Zo. Een vegetarische schotel voor dokter Doolittle. Eet smakelijk allemaal, jongens. Nou, deze kabel kan niet verkeerd. Mag ik nog zuur? Zo, jij zit weer lekker op te scheppen, hè? Mag ik ook nog wat? Jongens, luister eens. Ik moet iets belangrijks vertellen. Ga je scheiden? Nou, het werd tijd. Alle mannen lopen vroeg of laat toch bij je weg. Ja, Beb. Dokter Bomhof heeft besloten dat wij gaan verhuizen. Verhuizen. Jullie weten toch wel wat dat is? Ik haat verhuizen. Terwijl het met van die dozen. Hou je kop even langer. Waar gaan we dan heen? Dat weet ik nog niet precies. Dokter Bomhof is nog aan het zoeken. Maar hier kunnen we niet blijven. Dit gebouw verkeert in een veel te slechte staat. Hebben ze daar ook bediening? En word ik dan wel goed verzorgd? Maak je maar geen zorgen, Vets. Dokter Bomhof zal eens een moois uitzoeken. Wat is er nou, dokter? Ik wil bij jou blijven. Ja, maar ik ga mee naar het nieuwe huis. Dokter, ik verhuis mee. Is er vaak verhuisd? Ja. Plungers oppakken, tent oprollen, meerdere groeten en afzwaaien. Het stelt niks voor. Ik kan haast niet wachten. Wanneer gaan we? Nou, zo snel mogelijk. Ja. Nou, niet meer huilen, dokter. Ik blijf bij u, hè? Iedereen een toetje? Wat vind je nou te snotteren, lieve? Ja, Kobi. Ik kan niet zonder Kobi verhuizen. Oh. Dan neem je dat varken in je koffer mee. Ja. Ja. Koffer nog, dat bedoel je toch? Nou, nee, die hou ik liever op schoot, zuster. Kom maar, Kobi, daar gaan wij lekker voor je. Zo, mijn make-up. Zijn er ook lunchpakketten? Ja, die heb ik in een tas. Zou ik er vast een broodje mogen? Ik sterf van de honger. Is alles ingeladen, zuster? Ja, ik heb alles ingepakt, meneer Bomhof. Mooi zo. Dan kunnen we. Instappen allemaal. Jongens, kom nou, we zijn al zo laat. Even de vlag vouwen, meneer Bomhof, moet ook gebeuren. Waar is mevrouw de Haas? Mevrouw de Haas? Ik ga heel veel tennis in de nieuwe kliniek. Ik sla ze allemaal op mijn oren. Ja, nou, opzakken, mevrouw de Haas. Beth, schrijf eens even op. Zuster, we wachten dus op u, hè? Het hoeft nog niemand te plassen, hè? Ja, goed zo, majoor.
Bomhof van Zonnendaal. We worden verwacht. Misschien 2 ballen mogen. Ik ben namelijk op dieet, ziet u. Doorlopen. Volgende. Hallo, knappe bal. Leg hem maar in mijn schaaltje, hoor. Monsieur. Oh, ik heb eens een verhouding gehad met een kok. Je had zo muk. Doorlopen. Volgende. Wereldballer, sergeant. Een grote klasse. Vindt u mij te lang? Iedereen zegt altijd dat ik te lang ben. Doorlopen. Volgende. Vlees vaak van dieren, hè, kok meneer. Ja. Ik eet geen dieren. Misschien dat u aan de leiding door zou willen geven dat ik de vegetarische kant ben. Doorlopen. Volgende. Zevere maaltijd. Kan niet anders, hè, hoor. Ja. Geef mij jouw boom maar, dochter. Ik sta stijf aan het rund. Geef het zout eens aan, haas. Goede bekomst. Kijk eens aan. De nieuwe. Hallo. Waarom heb jij 2 ballen? Uit vegetarisch? Ja, er zit rund in. En een rund is een dier. En ik eet geen dieren. Dus ik eet geen rund. Wij eten hier wat de pot schaft. Terug met die bal. En wat hij hem dan doet. Terug met die bal. En snel een beetje. Hallo. Laat me even voorstellen, zuster Ten Hoeve. Zo zitten jullie lekker te eten. Smaakt het een beetje, jongens? Ja, Hiro, ik heb al een klacht. Een bal. Zuster Ten Hoeve, ik zal u een belangrijke regel uitleggen. Als de patiënten aan het eten zijn, dan is het niet wenselijk voor het verplegend personeel dat we zomaar aan de tafel komen. Wat voor reden dan ook. Zo graag de dit voor zijn hem zo? Ik ben kampioen geweest. De 62, 63. Hé, hey, hoe gaat dit open? De 65, 66 ben ik ook kampioen geweest op Wimbledon. Nou, zeg het nou maar. Hé, hey, hoe werkt dit? Wij mogen niet naar buiten. De 70 ben ik ook kampioen geweest. 3 gouden plakken en een beker. Lul niet gek wijf van als je de Europa Cup. Ik ga tennissen, ik wil naar buiten. Hoe gaat dit open? Jij wil weglopen, hè? Wat is er, mevrouw Haas? Ja, die boekendeur die gaat niet open. Rustig, laat mij maar eens even kijken. Setje 1, setje 2, arts Schenk was er ook bij. Die kan lekker masseren, joh, arts Schenk. Van die... Oh, hallo. Weet jij misschien hoe de deur open gaat? Hij kan niet praten, hoor. Hij is stom. Oeh, dat is jammer. Kan jij dat uitleggen? De deur, hoe die open gaat? Oh, pas op, hoor. Hij gaat blazen. Love. Wat bedoelt hij nu? Zuster Ten Hoeve, wat staan we hier te doen? Nou zeg, wat een paniek. Mevrouw de Haas die wil naar buiten, maar die weet niet hoe de deur open gaat. Dat is de code. Ik vrees dat ik u wederom iets moet uitleggen. Kijk, dit is een gesloten inrichting. De deuren zitten hier op slot, opdat onze patiënten niet weglopen. En dat heeft een reden. Ze zijn namelijk geestesziek. En de buitenwereld zit daarover echt niet op hun te wachten. En als ik nou naar buiten wil? Wij luchten hier op gezette tijden. Mevrouw de Haas wil alleen maar even tennissen. En bovendien heeft u volgens mij nog tal van werkzaamheden te verrichten. Bedden verschonen, inentingen verstrekken, medicijnen uitdelen, bijvoorbeeld. Nou ja zeg. En nu weg. Alle 3. Heb ik ontvangen. Ja. Ja, prima. Tot zaterdag dan. Hè? Dokter Wolf, ik wil eens even met u praten over de gang van zaken hier. Zuster, 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 wat is dan bij? Hoofdzuster Hellema, of hoe ze ook mag heten, daar ga ik ernstige aanvaringen mee krijgen. Die behandelt onze patiënten alsof ze debielen zijn. U moet een paar dingen goed begrijpen. Kijk, ten eerste moeten we allang blij zijn met deze opvangmogelijkheid. Binnenzorg is een moderne kliniek met schitterende voorzieningen en uiterst professioneel personeel. Ik vind dat we er erg op vooruit gegaan zijn. De zaak is niet lek. Ik heb de modernste pc tot mijn beschikking. En ten tweede heb ik het vreselijk druk, zuster. Ik moet
alle voorbereidingen nog treffen voor het congres van zaterdag in Lillemeur. Wat? U gaat weg? Wanneer? Dit weekend, zuster. Uiterst belangrijke besprekingen. Ja, daar moet ik bij zijn. Hè? Maar u zult zien dat als onze patiënten eenmaal wat leuke contacten met die anderen hebben gemaakt, dat ze het dan uitstekend naar hun zin krijgen, hè? Riks, 2, 3, 4, riks, 2, 3, 4, hoog. Zo, ik kom lekker hier slapen, hoor. Ik lig daar met een stelletje dode geit op mijn hoofd, dank je de koekoek. Het is veel gezelliger, hè? Wat jij, ouwe dimmes. Groot gelijk, Beb. Ja. Anders zit hier niet veel beter op. Ze zijn zo gek als wat te peren. Ja, ik wil de zuster. Onze eigen zuster. Die kwam ons altijd goede nacht wensen. En dan mocht ik soms mijn lampje aanhouden. Ja. Wat spook jij hier uit? Oh, kind, maak je niet dik. Ik slaap voortaan hier. Eerst gaan we nog even wat ballonnen aansteken en kaars opblazen. Ja. Terug naar de vrouwenzaal. Onmiddellijk. Het is hier gescheiden overnachten. Ik was op mijn 4e al gescheiden. Van tafel en bed. En zit jij mij niet uit te dagen, mannetje? Jij weet heel goed dat snoep op de zaal verboden is. Eten, dat doen wij in de kantine, als het etenstijd is. En nu is het bedtijd, dus uit die stoel en onder de rechts. En majoor, over 5 minuten moeten ze allemaal in bed liggen. En dan wil ik absolute stilte. Dat kan ik toch weer aan u overlaten, niet? Tot uw orders, maarschalk Hellemans. Ik moet staan. Hier al. Die Hellemans heeft mijn rolstoel ingepikt. Ik mag niet meer snoepen. Dit is echt bezopen, hoor. We worden mishandeld. Ik heb de hele nacht gehuild. Ze zeggen dat ik te laf ben. Lijkt hier wel een strafkamp. Ja, en ik ben vegetarisch. En dan die jurken. Grijze zooi. Zou ik nog geen gordijn van maken. En waar is ten hoeve, hè? En geen veld of wegen te zien. Ja. Wat is dat voor een veetje? Haartje? Haartje klikt. Haartje, dat is een klikspan. Mijn loeder. Het is een kolbe tuinkerboter, dat is het. Wacht eens. Nee, Beb. Huh? Jongens, luister eens. Oh, wat zeg je? Kom op. Gaat ie. Je hebt een slottenbel. Ja. Je kan ook niet goed praten. Nee, je zegt helemaal niks. Je eraan met je benen naar je gezicht. Zo. Dus jij wilt mij neersteken. Lange lijst. Nou, ga je gang. Steek dan. Ik krijg je eraan, zeg ik toch. Ik steek je lek. Kunnen zuster. Ik krijg je eraan. Kunnen zuster.
Kleren-zuster! Kleren-zuster! Hé? Oh god, dat congres een mooie meu. Mooie meu. Waar is dat dan? Dat is... niks. Bommetje, ik zie je zaterdag om 10 uur op je zeemeeuw kusje Chantal. Hé? Zeemeeuw? Zoeken. En dan gaan wij hier weg, voorgoed. Alle mannen gaan altijd bij je weg, lieverd. De vierde man? Dat was toch wat. Nee. Mijn moeder heeft hem nog bij de... Zeg tegen de anderen dat ik zo snel mogelijk weer terug ben. Dat is heel belangrijk. Onthoud je dat? Ja, tuurlijk hoor, meisje. Ga jij nou maar naar je man, hè? Ja, ga maar. Je komt er nog wel achter. Alle mannen zijn hetzelfde. Maar zijn mijn netkous. De mannen zien me niet eens meer staan. De zuster weg? Ja, lieverd. Die is terug naar Zonnedaal. En ik ga ook. Actie! Wie gaat er mee? Allemaal natuurlijk. Ja. Maar eerst moeten we Haas bevrijden. Ja. Major. Ik vraag ze niet over, soldaat. Dit is desertie en hoogverraad. Je moet mee, kolonel. En jij ook, dokter Bibber. Kom, jongen. We gaan. Kom nou. Ik heb hier een weigering, sergeant. Ik zet mijn militaire loopbaan niet op het spel. Straks staan we voor de krijgsraad, dan is het 3 dagen zwaar. Niks krijgsraad. We gaan terug naar de zuster. Naar ons eigen oude huis. Kom nou. Het spijt me, juffrouw. Het is een geval van overmacht. Mijn plicht roept. Je kan roepen tot je groen ziet. Kom nou, voor het te laat is, legerman, kom. Ik ga niet mee. Als jij niet met mij meegaat, dan ben ik dus niet meer je vriendin. En dan kijk ik je nooit meer aan. Dan ben je een lafaard. Ik loop niet weg. Een majoor loopt nooit weg. Jullie slaan op de vlucht. Jullie zijn de lafaards. Laatste kans, majoor. Kom. Papieren daar. Kom op, Pep. Peert maakt ons in ons recht. In mijn broek gaan hem doen. Schijt dan die dwerg. Wie is die dan? Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Hey. Alles hangt nu van jou af. Hij zit erin opgelopen! Wat een schitterend doelpunt! Hoe krijgen we het voor elkaar?
nou weer doen? Het is bevrijdingsdag, lieverd. We gaan ontsnappen. Ik kon toch niet slapen. Jij zou toch wachtlopen? Het is afgelopen met jouw privileges. Miskleun. Jij slaapt vannacht gewoon op zaal. Nog nooit. Maar dat nog nooit in mijn hele carrière niet. We hebben gekken met mij geflikt. Notabene de best beveiligde kliniek in Nederland. We schakelen geen politie in, we zoeken zelf. Ze kunnen niet ver zijn, ik zal ze vinden, dan zal het ze bezuren. En nu, wegwezen jij! Ik begin honger te krijgen. Ja! Hoop wel dat we voor het donker thuis zijn. Dat zal niet gaan, sergeant. Ik heb de coördinaten berekend en volgens mijn ruwe schatting bevinden wij ons op ruim 3 dagmarsen van het doel. Wat? 3 dagen lopen? Zeg, ben je wel lekker? Ja. Ja, er zit niks anders op, soldaat. Kijk, allereerst moeten wij naar de brug van de Ooievaar. Vandaar is het niet ver meer naar Zonnedaal. Gelukkig is er sprake van stevig schoeisel en een goed humeur. Ik stel voor dat we de liederen aanheffen. Vaars. Meneer, de zeemeer. Geen idee. Zuster, wat doet u hier nou weer? Dat kan beter aan u vragen. Congres en lul je meuk. Hoe komt u in deze boot? Gewoon. Gewoon? Dat is een peperduur jacht. Is die van u? Ja, nou, dat doet er nu niet toe. Wat komt u hier aangewaaid? We moeten nu onmiddellijk terug naar binnenzorg. Maar zuster, ik heb een long weekend. Ik ben bezig. Er zijn dan belangrijkere zaken dan scharrelen met een delletje. Zuster, ik kan nu onmogelijk weg. De patiënten worden mishandeld. Ik ben ontslagen door zuster Hellemans. We moeten nou wat doen. Oh, die patiënten ook. Ontslagen? Hoezo? Zuster, niet huilen, niet huilen. Dit is een plezierjacht. Ik bedoel, wat een akelige zaak. Ik ga wel met u mee. Geef geld aan deze magere, invalide blinde. Ik heb niet te eten en straks ga ik dood. Help! Help! Nou, die pegels liep gewoon maar lekker binnen zo, hè? Kunnen beter een bank beroven. Of een rijke kerel versieren. Ja, maar dat durf ik niet. Ga dan ook uit het zicht, vrouw. Schrikken van je lengte. Kom maar. Andy. Hallo, lieve. Goedemorgen. Mag ik uw ventvergunning zien? Vent, we hebben een volledige vergunning. Hoi. We hebben alleen geld nodig, hè, om een beetje te kunnen eten. Ja, pas maar op, wij hebben ook zo je bak. Ik ben stekenblind en invalide. Hier, kijk maar.
Oké, dat is heel mooi. Maar nu wegwezen. Tot de orders, kolonel. Ja. Laat ons niet zomaar wegsturen, majoor. Heeft u trouwens een vergunning om verkleed over straat te gaan? Lieverd, ik ga altijd verkleed over straat, anders is er geen hol aan, hè? Hallo. Hallo. Oké, het is mooi geweest, mensen, moe voor u. Dokter is er niet. Deze man is hoger in rang. We moeten zijn bevelen opvolgen. Precies. Ja, maar we kunnen niet zonder de dokter gaan. Dag mevrouw, tot ziens. De dokter is daar. Loopt u maar door. Ja, de dokter is daar. Hij is daar. Kobi zat in het hotel? Nee, in de koffer. Kobi zat in de koffer. Ik moet hem vinden, anders ben ik te klein. De koffer zit in de bus. Weggelopen? Wat heb ik nu toch weer allemaal uit mijn neus druppen, zeg. Belachelijke situatie. Totaal ridicuul. We moeten snel de politie bellen. Rustig, zustertje. Ik ben even met de directeur in gesprek. Wij zijn zelf uitstekend in staat uw patiënten op te sporen. Er wordt door mijn personeel naar ze gezocht. Oh, gelukkig. We zijn al een hele dag zoek. We moeten onmiddellijk de politie inschakelen. Meneer Bomhof, mag ik u erop attenderen dat de ontsnapping van 5 psychiatrische patiënten uit de gesloten inrichting de goede naam van onze kliniek uitermate veel schade zou berokkenen? En dat u als directeur... zou u grove nalatigheid en zelfs onbekwaamheid kunnen verwijten. De patiënten zijn toch veel belangrijker, mens? Ja, het is een netelige kwestie. Maar ze kunnen nooit ver zijn. Misschien zitten ze ergens in een boom of hebben ze een hut gebouwd. In een boom of bent u nou helemaal? Zuster ten Hoeve, niet zo paniek. Er wordt naar ze gezocht. Wie weet, met zaklampen. We zijn ze zo op het spoor. Nog geen spoor van de geneesheer. Misschien is hij op een mijn gelopen of op herhaling. En wat doen we dan nu, majoor? Ik stel voor dat we voornamelijk wachten tot hij terecht is. Die komt niet terecht, want hij weet niet waar we zitten. Nou, dan moeten we hem zoeken. Ja. Laat de majoor hem maar gaan zoeken. Die weten toch allemaal zo goed? Die agenten zijn gezagsdragers. Zonder vergunningen kunnen wij niets beginnen. Ja, wat bedankt, majoor. Jij kan helemaal niet leiden. Jij bent een leider van niks. Nu moet je ophouden, sergeant. Belediging van een militaire functie is een... Ach, kap toch, man. Je bent helemaal geen militair. Je bent nog nooit in het leger geweest. Excuseer. Je hoort hem toch wel? Hij zegt dat je niet goed leidt. Ja, jij bent een leider van niks. Ik moet mijn medicijnen. Nou, waar zijn die dan? Ach, hou toch op. Hij kan niet eens kaart lezen. Je ziet wat er van komt als we hem achterna lopen. Hier. We zitten op een berg, Vulles. Doolittle weg. Nou, van mij hoeft het niet meer, hoor. Ik ga wel in mijn eentje terug naar Zonnendaal, dan ben ik er veel eerder. Mag ik daaruit opmaken dat u de compagnie verlaat? Compagnie! Bemoei je er niet mee? Ik kan prima voor mezelf zorgen. Ik heb jou niet nodig. En jullie helemaal niet. Hij heeft wel een beetje gelijk. Je had beloofd dat hij ons veilig thuis zou brengen. En nu heb je de dokter kwijtgemaakt. Wou u beweren dat het mijn schuld is, dat die geneesheer... Nou, mijn schuld is het in elk geval niet. Jij wilde toch lijden? Jij had de landkaart en de medailles. En nou staan we hier, zonder make-up en zonder bananen. Gaat die dikke jongen ook nog weg?
Ik zal jou eens wat zeggen. Ik ga ook weg. U heeft trouw gezworen, sergeant. Trouw tot in de dood. Ik geef u een laatste kans. U pakt de wapens op. Of u gaat. Maar dan scheiden hier onze wegen. Voorgoed. Wat is hier op uw antwoord? Wat is hier op uw antwoord? Dat ik wegga, dat hoor je toch? Helemaal naar Engeland. Stek in je leger! Nu zijn de rapen gaar, hoor. Nu zijn de rapen gaar. Nou ja, ze kan die het niet laten liggen. Help! Kan je dat lange lijf van je nou niet overeind hijsen en me hier uithalen? Dan kan ik weg. Ik ga niet weg. Ik blijf hier zitten tot het licht uitgaat. Dan verschrompel je. Eerst verschrompelen je hersens. Dat gaat bij jou heel snel, want je hebt maar weinig hersens, omdat je gek bent. Maar dan komen de wormen. Die gaan naar je tenen knagen. Dan vreten ze langzaam je hele voet weg. Nou, kan mij dat nou schelen? Oh, my God.
wie is deze bagage? Who's the owner of this suitcase? Passport. Hallo. Konakaban, Darano Deska. Ja, dat is politie, dokter Bomhoff. Ah, eindelijk. Goedemiddag. Oude Kerk, recherche. Goedemiddag. En dit is mijn collega De Winter. Goedemiddag. Wij zoeken een dokter. Dat ben ik, Bomhoff. Aangenaam. Is deze koffer van u? Oh, die is van mij. Van de dokter. Van u dus? Nee, van dokter Doolittle. Doolittle? Is een patiënt. Is hij gevonden? Er zijn namelijk 5 patiënten van ons ontsnapt. Nou, zuster, ten hoeve. Ontsnapt, dat maakt u er nou weer van, hè? Ze zijn waarschijnlijk wandeloof. Of opzettelijk om het leven gebracht. Om het leven gebracht? U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. We moeten u beiden meenemen naar het bureau. U staat onder arrest. Onder arrest? U zult wel ergens van verdacht worden. Allemaal emoties, hè? Dat kan niet. Nee, dat zeg ik, dat kan ook niet. Ja, dat scheidkadaver heeft al mijn make-up ingepikt. Mijn haar is uit de krul. Ik nodig terug naar Zonnedaal. Hé, hey, je gaat met mij mee. Oeh, een lied. Ja. Zeg dat dan. Oeh, oeh. Maar zie hoe je lacht, hoe je straalt, hoe gelukkig je bent. Oh, lieverd, ik loop toch krom van het geluk. Kijk nou, die trap en al die Ming-vazen hier. Heb je weer zo'n klok? Allemaal antieke meuk. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat je ook nog een lichtbad hebt met schuim? Alles voor jou. Ja, oeh, hallo. Man met je jas, ik ben Bip. Ah. Ja. Ja, Joris, we hebben een bijzondere gast vanavond. Ik zal het aan de keuken doorgeven, meneer. Hé, hey, haast, er komt er een. Nou, kom op met die duim! Ah, de lul! Nee. Ach, het heeft toch geen zin, dan komen we nooit meer weg. Hey, wacht eens. Natuurlijk, dat ik daar nou niet eerder aan gedacht heb. Hey, luister, Haas. Jij gaat met dat lange lijf van je op de Rijksweg liggen, hè? Dan kunnen ze niet doorrijden, moeten ze wel stoppen. Ja, de gekke Henkie niet. Dan rijden ze over me heen. In dat geval is er sprake van aanrijding. En moet de chauffeur wel stoppen, want doorrijden na een aanrijding, dat mag niet. Hè? Komt er een ambulance en zitten we hoog en droog in een eerste klas ziekenhuisrestaurant aan de dagschotel te knagen. Want dat eten in de ziekenhuizen is fantastisch tegenwoordig. En we worden verzorgd
Intensive care. Wat wil je nou meer? Waarom moet ik op die weg gaan liggen? Ga jij lekker op die weg liggen? Hoe kan ik nou op die weg gaan liggen? A. Ik ben niet zo lang als jij. En B. Ik ben invalide. Moord. Hoe halen ze het in hun hoofd? Botten in een koffer. Nogal logisch. Ik had moeten weten dat dokter Doolittle natuurlijk nooit zonder zo'n Kobi zou verhuizen. Maar ja, probeer ze dat maar eens duidelijk te maken, hoor. Dat psychiatrische patiënten varkens als vriendinnen hebben die ze na hun dood opgraven. Heel normaal. Maar ja, dat snappen ze niet bij de politie. Nee. Stelletje eierdozen, stelletje imbecielen. Rustig nou maar, zuster. De zaak wordt vakkundig onderzocht. Rustig. Ik kook. Ik zal ze nog eens een moord bezorgen. Nou, dan hebben ze nog eens wat om te onderzoeken. Er is maar één bed. Ze nou maar niks stoms in hun hoofd halen. Zet je schrap, haas. Daar komt er een. En hij rijdt hard. En als ze me nou niet ziet? Ah, die ziet je heus wel. Blijf dan maar liggen. Nou, nog meer ideeën, Rondo? Wat een mooie. Prachtig. Je bent zelf ook mooi, wist je dat? Je ruikt lekker naar natte kranten. Krijg nou schimmel. Je paarden. Hallo, lieve. Dit is Fiori. Ja. Quicksilver. Dag. Dag, poepie. Oh ja, die is ook al zo mooi. Ja. Nou, hallo. Lady Zet. Knol uit mijn dromen. Alleen de prins nog. Lieve. Ja, je bent braaf, hè? Ja. Aha. Prachtig. Is hij wel aan PK gekeurd? Lekker. Ik ben dokter. Doolittle. Niet bang wezen. Nee. Ik ben het. De dokter. Anders gaan we samen naar de boerderij. Niet zo hard. Kom wel. Allemaal. Ik ben dokter Doolittle. Oh. Hallo. Hallo. Ja. Oh. Hallo. Wat heb je het romantisch gemaakt? Met open vuur en kaarsen, zilver met kristal. Zoek met sliertjes. Scheppen, majoris. Het is allemaal heel mooi, maar het valt in het niet bij jouw schoonheid, Johanna. Beb. Het is Beb Brul. Je bent kaal, Albert. En je hebt ogen, wist je dat? Mooie ogen met poppetjes erin.
dansende poppetjes. Ja, ik ben zo gek op dansen. Rumba, de tanga, de cha-cha-cha. Kwil, schone dame. Mag ik deze dans van u? Oh, ja. Oh, het... Ik heb vaak dromen. Dromen van geluk. En dan droom ik dat iemand me meeneemt naar een ver land. Ja, maar dit is geen droom, liefste. Dit is echt. Ja, hartstikke echt. Zo? Oh, kijk uit. Straks pleuren we over die beer. Oh, kijk eens. Yeehaw. Laat maar, liefste. Oh. Dat komt later wel. Albert, ik heb me nog nooit zo gevoeld. Ik heb toch al heel wat mannen gehad? Ik heb iets voor je. Het is een ring. Voor jou. Hij past precies. Ik wist het. Was gegoten. En wel 88 karaat. Wil je met me trouwen? Of ook overdag. Ja. Mag ik even luisteren? Ja, de longen zijn schoon. En uw poepertje ook. Gewoon wat rustig aan doen, hè. Dat is altijd het beste, hè? Ja, wie was de volgende? Mevrouw Derksen. Wat scheelt er aan, mevrouw Derksen? Wat er aan scheelt? Oh, je oren. Mag ik even kijken, mevrouw Derksen? Oeh, nou, daar zit een hele lelijke ontsteking, zeg. Zo. Even stilstaan nu, hè, mevrouw Derksen. Ik zal even... Stevig vasthouden. Rustig, mevrouw Derksen. Dan is het zo gebeurd. Even stevig vasthouden. Ja. Wat heeft ons, Annabel? Ja, een hele lelijke ontsteking. En als we er nou niks aan doen, dan krijgt ze er heel erg veel pijn aan. Ben je soms een dokter? Een dierendokter? Ja. Zo, klaar. Gefeliciteerd, assistent. Ik heet Henkie. Oh, en ik heet dokter Doolittle. Henkie! Wat moet dat in mijn schuur? Hij doet niks, man. Hij is dokter, een dierendokter. Dierendokter? Wat doe je in mijn schuur? Ik hou open spreekuur. Open spreekuur? Ja. Ben je dierendokter? Ja. Ja? Ja, mevrouw. Mij komen jij. Hallo.
Nee, naar een restaurant graag. Met sterren. Het is een spoedgeval. De hartslag is niet helemaal in orde. Als ze maar niet doodgaat. Ja, nee, nee. Deze gaat niet dood. Want ik wil niet dat ze doodgaat. Als ik die helleborp verlies, dan kost me dat een maand vreten. Al doeken. Katoenen doeken. Of een laken. En een emmer lauw water. En schone keukenhandschoenen. Ja, Ja, dit gaat. Voor mij de Hollandse biefstuk met champignons. Doe maar 2 maal. En de cordon bleu ook 2 maal. En daarna graag de tournedo, de varkenshaas en de speerribs. Alles medium met extra saus en friet en gebakken aardappelen. En daarna het grand dessert voor 2 personen. Mevrouw? De haas. De haas. Geef mij maar een broodje toucan en een bord yoghurt. Toucan? Ja, er staat nog een toucan op de kaart. Met een broodje. En vergeet de yoghurt niet. Hollen we weer. Je moet persen, Betsy. Persen. Eerst 3 keer puffen zo. En dan een hele grote persen. Goed zo. Goed zo. Persen. 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 Dikke. Gaat ze het halen, dokter? Gaat ze het halen? Oh, wij gaan het halen, want volgens mij zit er iets klem. Persen, Bets. Persen. Kom. Morgen, Jan Joris. Is er iets? Ach, wat zal ik zeggen, meneer? Mevrouw richt de nodige schade aan het bordes, dat is alles. Ja, is het niet geweldig? Enig. Ik wil niet onbeleefd zijn, meneer, maar ik heb toch zo mijn bedenkingen. De gelijkenis is weliswaar frappant, maar zij is geen Johanna. Nee, maar ze is net zo spontaan, zo grappig, zo onvoorspelbaar. Tegen het gekke aan, meneer, als u het mij vraagt. Johanna is dood. Al 6 jaar. Dit is een hele andere vrouw, meneer. Zij is geen oplossing voor uw verdriet. Wat sta je daar nou nog, Jan Joris? Er is een hoop te doen. Zorg dat over 1 uur 2 paarden voor de koets gespannen staan. Natuurlijk, meneer. Oh ja, wat zal ik doen met de oude robe van mevrouw, meneer? Weggooien of verbranden, kan mij schelen. Kleine vriend, dan rijden we samen. Mag dat? Dat zullen wij erg leuk vinden. Tuurlijk, kom maar knul. Ja, hou je goed vast, mevrouw. Hou je vast. Hou je vast.
plaats. Vol gas. Dit materiaal is nog prima. Nou, kom er maar uit, Floris. Het is ten strengste verboden de tentoongestelde stukken aan te raken. Laat staan ze te starten en mee rijden, meneer. Bredero. Major Bredero. Dubbel E, dubbel O. Oh, majoor, hè? Ja, dat wist ik ook niet. Van Gemelen, ze post. Ja, ik schrok me een hoedje, hè? U mag echt nergens aankomen. Ah, geen enkel probleem, sergeant. Ik test alleen even dat materieel. Deze tank, is die nog operationeel? Ah, die is nogal oud, hè? Geen spatje roest, hè? U hebt echt hart voor de zaken. Ah, dank u wel, majoor. Bredero. Hij wijt mij de en de jongen en de moeder maakt het ook goed. Ja. Dat is mooi, dokter. Dat is heel mooi. Zombies willen afrekenen. Wat we doen. Ik ga zogenaamd naar de play. Jij blijft hier zitten. Je vraagt hem de rekening. Je zegt. Mijn man is even naar de play. Ik moet altijd betalen. Als hij dan wegloopt om de rekening te gaan halen. Hoor jij er als een hazewind van door. Ik sta achter het restaurant. Ga jij dan maar naar de play? Ik vind alles best. Nee, zogenaamd. Snap je het plan? Rij je normaal, straks doe ik nog in je broek. Oké, haas. Hè? Nu, roep de ober. Ober! Alles naar wens? Hij zit zogenaamd op de play en ik moet altijd betalen. U wilt afrekenen? Ja, de groeten, bekijk het. Ik hol als een hazewind naar buiten. Ik heb een mes in mijn mouw, wil je hem zien? Een ogenblikje, alstublieft. Lieve mevrouw, de rekening, alstublieft. Vindt u mij te lang? Nou, u heeft voor ongeveer 390 euro geconsumeerd en wij willen graag met u afrekenen. Nu, als het kan. Hè? Nou zie je wat er van komt. Nou zie je wat er van komt. We hadden niet weg moeten lopen. Ik wil mijn medicijnen. Zegt u? Ik wil mijn medicijnen. Ik wil mijn medicijnen. Zeg. Ik wil mijn medicijnen. Jongens, waar is die man met die rolstoel? Waar is die... Ah, oh, kan de dokter niet bij ons blijven, man? Nou, dan zeg je wat, Henk. Ik kan gerustig wel wat hulp gebruiken. Kan je een beetje slachten? Ja, nee, want ik ben vegetarische. God, ook dat nog. Ah, dokter.
Blijf bij ons. Dat heb ik wel altijd gewild. Ja, bomen en planten en een boerderij. En dieren om mee te praten. Maar ja, ik kan niet zonder de zuster. Ik mis haar heel erg. Want zij geeft mij pilletjes en warme melk tegen de zenuwen. Anders dan ga ik pikken, hè? Over het leven. En dan ga ik rare dingen zeggen. Ja. En dichten. Als je pas geboren bent. Nog blank en onervaren, nog niks weten, je moeder zoekt nog angstig van het baren. Laat mij je dan leiden, mijn kind, en geef me je hand. Laat mij dan je lampje zijn dat 's nachts voor je brandt. Ja, dat soort dingen. Ik wist het, zusters. God, jongen toch. De zuster zo. Oh, maar kind, stil nou maar. Ja. Maar de zuster, dat komt wel ja. Hoor. Hadden in Zonnendaal moeten blijven. Ik had lekker op de boot moeten blijven. Wat dacht u daarvan? Die dure boot van u, daar is het laatste woord al niet over gezegd. Ze zijn terug naar Zonnendaal. Dat ik daar nou nog niet eerder op ben gekomen. Ach, zuster, belachelijk. Alsof dat stelletje maloten in staat zou zijn op eigen gelegenheid de weg naar Zonnendaal terug te vinden. Ja hoor. De majoor die heeft de hele route precies op de landkaart bijgehouden. De ooievaarsbrug, ze zijn terug naar Zonnendaal, ik voel het. Hé, hey, nou ben ik lekker. Krijgen we ook nog uw vrouwelijke intuïtie erbij. Laat me eruit! Nu! Ik eis dat we er nu uitgelaten worden! Hallo! Politie! Zo wel denken, ja. Recht voor zijn raap, zijn mijn vader altijd, hoor. U bent echt een man aan mijn hart. Ik heb zelden iemand ontmoet met wie het zo klikt, zal ik maar zeggen. Het is jammer wat verschil in rang, anders zou ik met u ook wel aardig overweg kunnen. Nog een rondje. Nou, vet bol. Die deur, ik ga koud. Hey! Dat is allemaal nog zo intact gebleven, zo. Ja, ik houd goed bij. Museum is een opperste staat. Maar vertelt u eens, waar bent u gelegerd? Kazerne Zonnendaal. Oh. Maar we moesten mobiliseren naar binnenzorg. Daar ben ik echt met mijn peloton op de vlucht geslagen. Stuk voor stuk goede militairen. Ik was een commandant en leider. Streng, maar rechtvaardig en immer correct. En waar zijn die dan nu? Weggelopen. We verloren een kadet. Viel in vijandelijke handen. Muiterij was het gevolg. Ieder is nu voor zich... Een heel peloton kwijt. Dat is niet niks, hè? Ja, weglopen is makkelijk, hè? Is de weg van de minste weerstand, zei mijn vader altijd. Het ergste van alles is dat, laat ik zeggen... Mijn vriendin... Uw vriendin? Ooit had ik een vriendin. Met groene ogen en bruin beenhaar. Ik dacht dat het goed was tussen ons. Ze sloeg wel eens een arm om me heen. Ik wilde haar beschermen, veilig thuisbrengen. Dat wij samen weer uit het raam zouden kunnen staren. We konden samen uren praten over het leger en over mijn vader. Ze had altijd hoeden en jurken. Ze kon me opvrolijken als ik in de war was. Ze is naar Engeland gevlucht vanwege de oorlog. Dus ze is in Engeland? Ja. Ik ga bij je weg. Dan moet ik naar Engeland, zei ze. Daar staat een mooi toestel. Ja, dat doet het nog perfect, majoor. Ik poets hem elke dag, hè. Majoor, u gaat mij niet zeggen. Luitenant van Gebelen, waar wachten wij nog op?
Tot uw orders, majoor. Oil pressure engine check. Oil pressure check. 16 check. Start engine. Engine start check. Mevrouw? Die gek. Ja, waar is ze? Ze zijn net vertrokken. Naar de kerk. Marinus Jacobus Hagenstein Huygens. Neemt gij Beb Brul tot uw wettige echtgenoot in voor- en in tegenspoed, tot de dood u scheidt? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Beb Brul, neemt gij Albertus Marinus Johannes Hagenstein Huygens tot echtgenoot in voor- en in tegenspoed dat de dood u scheidt? Wat is hierop uw antwoord? U heeft trouw gezworen, sergeant. Mevrouw Prul, uw antwoord? Ja, zeg eens, schat. Trouw tot in de dood. Wat is hierop uw antwoord? Wat is hierop uw antwoord? Je moet ja zeggen. Ik moet helemaal niks. Ik moet naar de majoor. Ik wil naar de majoor. De majoor? Wie is de majoor? Ik kom naar je toe, oude pijp. Oude pijp? Waar hebben jullie het over? We wachten op je antwoord, schat. Maar dan kan je lang wachten. Maar ik hou van je, lieverd. Ik hou van je. Je houdt helemaal niet van mij. Je houdt van Johanna. En ik hou van de majoor. Majoor? Wie is de majoor? De majoor? De ooievaar. De ooievaar! De inhoud van de koffer is onderzocht. Het blijkt om de restanten van een varken te gaan. Waarschijnlijk al 4 jaar dood. Allemaal rechtdoor en dan komen we zelf daar bij de ooievaarsbrug uit. Nou, wacht, dokter! Oh, wacht even! Wacht even! Hier, dokter. Voor jou. Je bent de beste assistent die ik ooit heb gehad, Henk. Hoe fijn je dat. Rechtdoor, eerste kruispunt links. Very high.
Luitenant van Gemelen, ik heb een dienstmededeling. Mijn koers is gewijzigd. Ik draag de navigatie officieel aan u over. Mijn missie is ten einde. Ik kan niet anders. Major! We hadden het gehaald, hè? Engeland! Zo waar ik hier zit. Zelden zo'n vliegenier als u gezien. En stop ze in de auto, het hele zooitje. Wacht je op. Doe wat ik zeg. Blijf je trouw tot de dood gevolgd.
Maar wat doet u daar? Dit is hoogst ongebruikelijk, hè? Joe, gaat er nog iemand mee naar Zonnedaal? Met gebakken ooievaar. Wat jij maar, schalkie, schalkie. Ja, zo heb ik morgen een sollicitatiegesprek bij de luchtmobiele brigade. Ik begin af te vallen. Zo, liggen jullie lekker, jongens? Oh, heerlijk. Geef mij die chips maar. Als je maar niet denkt dat ik ooit nog verhuis. Dat hoeft ook niet meer, mevrouw de Haas. Wat eten we morgen? Ah, meneer Bomhoff, is het gelukt? Ja, mijn hele kantoor zal op orde, zuster. Ik bedoel de boot. Staat die te koop of niet? De boot. Ja, die staat in de krant, zuster. Gezellig, ja. Keurig, dan gaan we van dat geld de boel eens flink laten renoveren. Mooi, mooi. Ja, nou, ik moet als de wiedeweerga weer vandoor. U redt het wel, hè? Nou, jongens, veldrusten. Veldrusten. Ik droomde van eens lekker rusten. Nu mis ik zelfs de ruzie thuis. En de borden door de kamer en mijn zusje aan mijn haren. Wanneer gaan we weer naar huis? Ik wilde ook wel eens wat anders dan altijd dezelfde sla, vinken, aardappels, bloemkool op het fornuis. En nu mis ik zelfs het papje over de bloemkool, snap je? Wanneer gaan we? Wanneer gaan we? Wanneer gaan we weer naar huis? Thuis is waar je jas hangt, waar je droomt van ergens anders. Waar je weg wilt, dat is thuis. Thuis is die ellende waar je altijd weer naar terug verlangt. Wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we? Wanneer gaan we weer naar huis? Ik ben hier zomaar per abuis. Verzeild geraakt, verkeerde trein. Ik wil hier helemaal niet zijn. Wanneer gaan we weer naar huis? Ik mis de maanschijn door de bomen. Ik mis Flappy, Flop en Pluis. Mijn eigen kussen, mijn computer. En ik wil mijn eigen muis. Ik mis mijn huiswerk en de afwaskwast. Het snaaien in de koelkast. Wanneer gaan we? Wanneer gaan we? Wanneer gaan we weer naar huis? Thuis is waar je jas hangt, waar je droomt van ergens anders. Waar je weg wil, dat is thuis. Thuis is die ellende waar je altijd weer naar terug verlangt. Wanneer gaan we nou?